Ik vind het klimaat heel belangrijk en ik vind het eigenlijk heel jammer dat de overheid constant negeert en amper iets doet aan dingen tegen klimaatverandering. En we eigenlijk gewoon moeten kijken hoe onze hele planeet naar de kloot gaat. Ongeveer 200 jongeren laten hun stem horen in Arnhem. De jongeren doen mee met een staking genaamd Fridays for Future. Zij willen hun zorgen delen met de politiek over het klimaat. We willen dat de overheid beter hun best doet om zich aan de klimaatdoelen te houden. Want er worden nu wel dingen gedaan, maar het is nog lang niet genoeg. En het is eigenlijk een schoolstaking, vooral georganiseerd door jongeren. Heb jij nou zelf gespijbeld voor vandaag? Nou, ik heb een hele leuke school waar ze dat supporten. Dus ik heb wel kunnen regelen bij mijn leraar dat ze het goed vonden. Maar ik moet het wel inhalen. Bij ons op school vinden ze het wel prima dat we weg van school gaan voor het klimaat. Er loopt zojuist een protest langs u op. Wat vindt u daarvan? Ik vind het zelf heel hard nodig. We moeten gewoon heel snel iets gaan doen, anders gaat het gewoon fout. Denk je dat je dat kan bereiken met dit protest? Met alleen dit protest op zich, nee. Maar ik denk dat je het wel zichtbaarder maakt dat wij hier achter staan. Denkt u dat er nu iets gaat gebeuren met dit protest? Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het erom gaat dat je doet en niet stil blijft zitten. Ze zingen, kom mee, sluit aan, blijf daar niet zo lullig staan. Zou u zelf ook meedoen? Nee. We hebben als thema hashtag can't shake it off. En dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Dat is en dat we het niet los kunnen laten en dat we nog steeds hiervoor moeten strijden. Maar het is ook, want het is natuurlijk bekend van Taylor Swift. En zij is recentelijk in het nieuws gekomen met dat ze heel veel gebruik maakt van haar privéjet. En eigenlijk dat beroemdheden en rijke mensen in het algemeen veel te veel aan verspilling doen en aan overconsumptie, terwijl zij juist een voorbeeldfunctie hebben. Weet je waar ze voor strijden? Ja, om Nederland te redden. Het gaat de verkeerde kant op natuurlijk. Waarvan te redden? Ja, van kabinet en alle hoge prijzen en dat soort dingen. Het gaat voornamelijk om het milieu. Oh, ja, dat heb ik niet meegekregen. Nee. Maar ook dat, stikstof natuurlijk, dat moet ook veranderingen komen. Ja. Dus. Zou je de volgende keer meedoen? Ik juich ze aan vanaf de zijkant.